Ik vind dit cool. Ik vind dit cool. Het is Steen Golma. Er is een Gerudo verschenen hier in Goron City. Hebben jullie toevallig ook hulp nodig? Link is supergoed bezig. Sawatta. Oh, sorry. Sawatta is een begroeting uit mijn land en dat betekent... Goedemorgen. Goedemorgen. Like en abonneer voor meer Nintendo-video's. Blijkbaar korten de jongeren het af tot Sawot. Ik ben Ramella, een juwelier uit het Gerudo-fort in het zuidwesten van Hyrule. De edelstenen van Yunobu BV's zijn van hoge kwaliteit, dus ik kom altijd even een kijkje nemen. Ja, maar ze zijn wel duur. Ik wou die saffieren daar kopen en die diamanten daarachter, maar die kan ik niet met winst verkopen. Maar ik heb roepies nodig. Anyway, Ramella is op zoek naar bepaalde edelstenen. Barnstenen, ja, die heb ik net allemaal verkocht. Die heb ik niet. De Gerudo's zijn hier helemaal links onderin. En dit is het dichtstbijzijnde teleportpunt die ik tot nu toe heb. Eens even kijken of we bovenop deze berg de Gerudo's al kunnen zien. Nou, nog geen spoor van te bekennen. Moeten we serieus deze berg beklimmen? Oh, vanaf daar kan dat misschien wel. Wee! Kijk. Oké, we zijn hier. En dan van platform naar platform. Of wacht, ik kan hier eigenlijk recht omhoog, denk ik. Oké, dit wordt toch nog lastig. Misschien. Kom op, Link. Hier naar boven. No! Oké, we zijn er. Wow. Ik word aangevallen. Ga weg. Waar kom je opeens vandaan? Ga weg, joh. Hoppakee. Het is hier ondraaglijk heet. Als je hier nog langer blijft, wat, dan gaan we schade oplopen. Waarom? Okay, ik moet duidelijk de schaduwen opzoeken, jongens. Ik denk dat we via die kloof moeten, want daar zijn heel veel schaduwen. Ik ben hier namelijk al eens eerder in de buurt geweest. En een Gerudo die wees me inderdaad op dat het hier ondraaglijk heet is. Kijk, nu zijn we weer in een schaduw. Dit zouden we moeten kunnen overleven. Daar heeft ooit een shrine gestaan, maar die is nu weg. Ja, het zou echt kunnen dat ik hier door deze kloof heen moet. Oh, daar is weer zo'n draak boven. Ik vind die draken toch zo vet, hè, jongens. Die zijn echt zo cool. Oh, vijanden. Oh, nee, niet doen. Ga weg. Zoek de schaduw op, Linky. Nice. Oké, we hebben weer een schaduw. Wel met wolven voor onze neus. Ik wil eigenlijk gewoon hier boven langs gaan, hoor. Dit gaat veel sneller dan die kloof, denk ik. Yo, bro, wat doe jij hier? Kun je me helpen? Ik ben mijn vrienden uit het oog verloren. Had ik maar peper, dan zou ik iets mee kunnen kopen. Ja, ik heb wel een pepertje voor je. Hier, vriend, geniet van je peper. Dankzij jou heb ik mijn energie terug. Woep. Krijg ik ook een cadeautje van jou of zo? Of, nee? Niet? Oké. Heb ik trouwens geen gerechten die mij kunnen helpen? Vergroot weerstand tegen hitte. Ja, ik moet gewoon zo eentje pakken. Let's go. We gaan deze gewoon opeten. Ik hoop dat ik nu tegen de hitte kan. Oké, we gaan het testen. Dit is een ondraaglijk felle zon hier. Pak ik nu damage of kan ik nu tegen de hitte? Volgens mij kan ik er tegen. Lekker, man. Zijn daar de Gerudo's al? Ik ga in ieder geval even die toren opzoeken. Laat even weten hoe jij bij de Gerudo's bent gekomen. Ben jij door die klif gegaan of ben je ook over de bergen heen gegaan? Heb je een drankje genomen of heb je uitrusting gevonden? Laat het weten in de reacties. Ik ben benieuwd hoe jullie dit hebben gedaan. Voor de meeste torens moet je een kleine missie oplossen om ze te ontgrendelen. Dus ik ben benieuwd wat de missie is van deze toren. Kijk, hier is die al. De uitkijktoren bij de Gerudo-kloof. Ja, we moeten hier wel iets mee gaan doen, denk ik. En dan dat hier opgooien of zo. Oh, er staat een kerel beneden. Dus die moeten we denk ik hier omhoog brengen. Dan moeten we denk ik zo'n zwaar gewicht daaraan vastmaken of zo. Kijk, net als een lift. Top. Is dit nog niet zwaar genoeg? Hebben we er meer nodig of zo? Dit zo, denk ik dan. Zo eraan vastplakken. Oh, kijk, ja, nu komt-ie. Yo, what up, dude? Yo! Hallo! Hallo, meneer! Ik ben boven! Ben jij degene die de lift heeft gerepareerd? Ja, man, dude, dat heb ik gedaan. De aandrijving werkt niet door de hitte. Ik zal de onderdelen even vervangen door hittebestendige componenten. Oh, heb je het gefixt? Oh, dude, je hebt het zo snel gedaan. Dankjewel. Kijk uit als je naar de woestijn gaat. Als je jezelf niet beschermt tegen de hitte, kan het wel eens verkeerd met je aflopen. Als je de hitte niet kunt vermijden, komt een verkoelende maaltijd van pas. Precies, die heb ik nu ook gegeten. Ik denk dat ik tempo moet maken. Woehoe! Ja, dit is wel cool gedaan altijd. Heel nice. Nou, eens even kijken waar we dan naartoe moeten, hoor. Kijk, nu hebben we dit deel van de map in ieder geval. Oh, we moeten echt nog ver weg. Helemaal daar naar onder, joh. Ik kijk wel precies de goede kant nu op nu. Oké, we gaan gelijk zweven. En dan gaan we even kijken of we een shrine kunnen vinden hier ergens in de buurt. Zijn hier helemaal geen shrines? Zien we echt serieus geen shrines? Oh, daar. Daar is er één. Hier op dit bergje. Okay, we moeten zo ver lopen straks, jongens. Oh, hier in de buurt is ook een shrine. Nice. Kijk, deze gaan we in ieder geval activeren. Dan kunnen we de volgende keer hier naartoe warpen. Zouden hier al wat Gerudo'tjes zijn hier bij dit meertje? Karakara Bazaar in de Gerudo-woestijn. Volgens mij ken ik deze plek nog uit Breath of the Wild. Volgens mij is hier niet zo heel veel veranderd. Oké, activeren deze handel. En dan kunnen we de volgende keer hier naartoe warpen. Kijk, we zijn nu echt al een heel eind opgeschoten richting Gerudo Village. Ik heb alleen niet zo heel veel tijd, denk ik, om allemaal dingen te gaan doen hier.
hier, want ja, ik heb geen hittebestendige kleding en zo, joh. Hey, succes, hè? Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, maar tot later. Doei. Wow, 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 dit is nice, dit is nice. We kunnen zo omhoog vliegen. Oké, even kijken hoor, want de map is verstoord. Ik kan niet meer op mijn map kijken. Ik weet niet meer waar ik ben. Oh my gosh, ik weet niet of dit goed gaat. Ik heb niet van tevoren gekeken of ik de goede kant op ga namelijk. Oh, we zijn bij de woestijnkloof. Dat belooft niet heel veel goeds. We zijn in de woestijnkloof. Oh, nu hebben we echt een groot probleem. Groot probleem. Grote problemen. Misschien is het slim om even terug te teleporteren. Kijk, nu kan je zien waar ik was. En ik ging inderdaad al echt de verkeerde kant op door die cliff. Bro's, wat is er aan de hand, jongens? Waarom is hier een Rito? Gerudo, mevrouw, kunt u mij vertellen wat er aan de hand is? Ben je lid van de mannenkaravaan? Nee. Mannen mogen de Gerudo-stad niet in. Maar deze mannenkaravaan mag wel. Omdat het dus een verschrikkelijke storm is. Door deze zandstorm kunnen ze geen zaken doen. Dus ze helpen door hier de boel te bewaken. Ik neem aan dat hun plan is om in onze gunst te komen, zodat we de zaken zullen doen in het fort. Ja, deze Gerudo zegt blijf hier. Nee, dude, ik wil niet hier blijven. Ik moet weg. Jullie zijn de mannenkaravaan. Zij zeggen ook tegen ons van doe niet, ga niet. Deze bol moet naar het Gerudo fort. Als je naar het Gerudo fort wil gaan, raad ik je aan om je bij ons aan te sluiten. Wij zijn de verkopers en vrienden die ervan dromen om zaken te doen met Gerudo fort. Je komt bij het Gerudo fort als je vanaf hier een tijdje rechtdoor loopt. Het is een paradijs. De commandant die maakt te veel lawaai, zegt dit andere grappie. Hoe dan ook, het Gerudo Fort heeft een wet die mannen verbiedt binnen te komen. En als iemand iets zegt wat ik niet mag doen, dan doe ik het toch. Ja, ik lijk daar wel een beetje op, geloof ik. Het plan was om de Gerudo's dapper te redden van de zandstorm, zodat ze de mannenkaravaan zouden vertrouwen. Maar de zandstorm blokkeerde ons zicht en onze kompas raakte in de war. We waren binnen 5 seconden de weg kwijt. En de Gerudo's die hebben ons gered. Ja, nou, goed verhaal. Het Gerudo-fort is precies daar. Als ik daar naartoe ga, oké, richting die steen. Ik moet op die steen terecht zien te komen. En misschien kan ik dan vanaf daar weer verder. Kijk, kijk, kijk. Hier op die steen. En dan nu met deze kracht zo naar boven. Zo. Let's go. Dan moeten we over die cliff heen namelijk. Maar ik hoop wel dat we binnengelaten worden eigenlijk. Ik heb zo'n vermoeden van niet. Dan zijn we straks daar, dan worden we niet binnengelaten. Kijk, oh, we kunnen er nu overheen kijken. Nice. Die andere shrine is dus daar. En het Gerudo Fort is die kant op. Nou, meer die kant op. Nou, oh nee, het is eigenlijk gewoon een beetje achter die shrine. Oké, ik stel voor om naar die shrine toe te gaan. Is dit... Dit is het de Gerudo-stad. Zal ik gewoon stiekem naar binnen sluipen? Zal ik dat gewoon proberen? Om stiekem in het Gerudo voor te sluipen? En dan naar die shrine toe? Je mogen geen mannen komen, maar ik ben er lekker toch. En jullie kunnen mij niet zien. Het is trouwens echt super stil hier. Er zijn amper Gerudo's. Oh, kijk, er is iets gebeurd met het Gerudo Fort. Er zijn allemaal gekke wezens hier. Oh, er is hier echt iets heel ergs gebeurd volgens mij. Oké, klim hier even naar boven. Ik weet trouwens niet of ik erin kan. In die shrine. Zou ik deze kracht kunnen gebruiken? Dat ik zo naar boven kan teleporteren? Ja, hier wel. Oké, nice. Let's go, Link, let's go. Ja, 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 ja. Juist, cool. Oké, de tempel van Soryotanok. Die activeren we. En dan zijn we officieel in het Gerudo Fort aangekomen. Maar wat is hier aan de hand? Ik zag net iemand heel bang zijn volgens mij. Stond hij hier boven? Ja, kijk, kijk, kijk. Hier staat iemand. Dat is volgens mij zo'n expeditielid van die mannenkaravaan. Yo, man. Wat sta je hier? Dit is boosheid. Die zegt, ah, weer een stem. Ik ben het. Oh, daar schrok ik van. Je bent geen geest van een dame die is aangevallen door een monster of zoiets. Ik ben hier speciaal naartoe gereisd om de Gerudo-vrouw te ontmoeten, maar er is geen levende ziel te bekennen. Hoewel ik soms een stem uit de put kan horen komen. Maar misschien is die stem niet van deze wereld. Die monsters hebben vast korte metten gemaakt met iedereen. Ik moet op mijn hoede blijven als ik niet hetzelfde lot wil ondergaan. Oké, een put? We moeten op zoek naar een put. Waar is een put? Zo, dit is spooky. Ik vind die quest in Tears of the Kingdom zo cool, jongens. Moeten we hier naar beneden? Bedoelen ze dit met de put? Oh, kijk, hier staat de Gerudo-vrouw. Kun je hem horen, Plokka? Dit is Reza, die zegt niets te melden. Wat? Een man! Ben je hier gekomen om voor de zandstorm te schuilen? Hierachter ligt het ondergrondse Gerudo-fort. Het spijt me, maar ik kan geen mannetjes doorlaten. Mannetje? Het is voor jonge Gerudo's verboden om met mannen om te gaan. Het spijt me, maar wij Gerudo's hebben een regel. Totdat we volwassen worden, mogen we niet met mannen omgaan. Is er iets? Wat gebeurt daar? Zegt Plokka. Plokka is denk ik een jonge Gerudo-vrouw. Kijk, kijk, we kunnen door dat gat heen kijken. Is dat Plokka die daar een boek zit te lezen? Reza zegt, dat ga je niet geloven. Er is hier een man binnenkomen wandelen. Wat een man! Wat is er zo erg aan mannen?
Ik vind het discriminatie, jongens. Maak je maar geen zorgen, het is maar een kleintje. Zelfs als hij op zijn teentje staat, komt hij niet bij de kijkgaten. Dus hoeven jullie binnen geen zorgen te maken dat jullie iets van hem te zien krijgen. En hij kan jullie ook niet zien. Eigenlijk mogen de mannen niet eens het fort betreden, maar dit is een noodsituatie. Als je uit het ondergrondse fort blijft, zal ik je toestaan met een bovengrondse fort te schuilen voor de zandstorm. Je kunt in een van de huizen van het fort schuilen. Ah, maar ik denk dat ik daar toch naartoe moet, jongens. Ik denk dat ik toch naar deze Gerudo Ploka toe moet. Kijk, er zijn er nog meer daar inderdaad. Aan de andere kant staat ook een bewaker. Maar dit is geen put. We moeten een put zien te vinden en dan moeten we via die put, denk ik, naar boven. Ik ga even een foto van ze maken. Dit zijn Gibdo's? Die ken ik nog niet, de Gibdo's. Het is zo verlaten hier, jongens. Heel het Gerudo fort ligt in puin. Ze hebben echt flink last gehad van de storm. Oh, hier is trouwens ook zo'n bal. En ik wil deze Gerudo speer. Kan ik hierin? Is dit de put? Oh, ik denk inderdaad dat ik hier naartoe moet. Let's go, steenwerper. Hotsvlots. Nice. Oké, hier kunnen we doorheen. Bap. Bap. Oh my god, hier zijn zoveel stenen. Steenwerper is beschadigd. Flink beschadigd. Ja, die is kapot. Oké. Door met de hamer met kei. Dit gaat wat langer duren. Jeetje, wat ligt hier allemaal achter? Beter liggen hier diamanten of zo. It better be worth it. Ligt hier nou echt helemaal niks? Of, Zo, maar hoe moet ik hier helemaal doorheen zien te komen, joh? Ik heb toch niet zoveel van dit soort sterke wapens bij me? Oké, let's go. Ik zie deze hamer met kei is ook al beschadigd en kapot. Ik heb er volgens mij nog één. Een hamer met rotsblok. Oh, maar ik kan natuurlijk die stenen ook gebruiken, hè, om aan wapens te hechten. En dan kan ik nog meer wapens gebruiken. Ja. Zo werkt dat natuurlijk. Jeetje, man. Al mijn wapens gaan hier kapot. In deze grot. En voor wat? Oh, is hier nou serieus gewoon niks? Oh, jawel. Hier is een gang naar links. Beter is hier iets wat ik kan gebruiken of waar ik naartoe moet. Ik ben in het water geplempt. Ik ben hier heel hard aan het verdwalen, jongens. Ik snap er niks meer van. Wat ligt hier in het water? Hé, het is een brief. Kom hier. Ik wil die brief lezen. Eindelijk heb ik je gevonden. Jij bent de man die is voorbestemd om deze brief te lezen. Ik ben de vrouw die voor jou is voorbestemd. Kom snel en haal me hier weg. Ik wil samen met jou de wereld zien. Mijn verlangen zal je naar me toe leiden. Volg het lot en je hart. Dan zullen we elkaar spoedig ontmoeten. Saliban. Nog meer brieven? We moeten denk ik kijken waar deze brieven vandaan komen. Ja, dit is dezelfde brief. Volgens mij kwam die brief hier vandaan. Moet ik hier naar boven? Nee, hier was ik... ik ben zo confused. Ja, hier ben ik binnengekomen. Toen ging ik hier naar links. Ik weet het niet meer. Ik ben verdwaald. La 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 la. Oké, we gaan dan maar gewoon de brieven volgen. Dan gaan we deze kant op. Hier ben ik nog niet geweest. Kijk. Volgens mij... Zie je? Hier zie je die pijlen. En dan moet ik gewoon hier naar boven, denk ik. Oh, ik denk dat we nu gewoon in die ruimte uitkomen waar zij opgesloten zat, hè? Waar we net stonden te praten met een andere Gerudo. Oh. Huh? Maar waarom staat hier dan allemaal pijlen? Oké, we gaan het toch proberen. Misschien is het een of andere magische toverspreuk of zo. Saliban! Oh my god. Oh my god, ik ben misleid door een korok. Nou, doe je, hè? Oké, terug die grot in. De brieven gaan die kant op, maar ze komen hier vandaan. En ze komen daar vandaan. Wacht even. Ja. Hier ben ik volgens mij ook nog niet geweest. Ja, kijk, hier komen de brieven vandaan. Nice, ja. We gaan nu wel de goede kant op. Ik weet het zeker. Wat moet ik hiermee doen? Moet ik deze kapot maken of zo? Kan ik hier gewoon naar boven? Ik kan gewoon hier naar boven. Ik ben heel benieuwd waar ik nu uitkom. Ja! Saliban! Ik ben er! Erman is hier, grijp hem! Nee, maar ik ben geroepen door de flessen. Waarom? Ik ben geroepen. Via flessenpost. Rustig! Geen mannen in het Gerudo fort, zegt Marina. Ga onmiddellijk weg! Nee. Niet mij eruit gooien. Iemand zegt wacht. Wow, wie is dit? Who this? Dit is Buliara, de Gerudo-commandant. Het is alweer een tijdje geleden sinds we hier voor het laatst zagen, Hylianse zwaardvechter. Kennen wij elkaar nog? Was jij een van de Gerudo's die toen ook hielp? In Breath of the Wild. Op de plaats rust. Hij heeft toestemming van de matriarch om het fort binnen te komen. En hij mag de voorziening gebruiken zoals hij wil. Wat? Dan zie je. Hallo, ik ben Link. De zwaardvechter van Hyrule. Wie denk je dat ik ben? Laat het aan iedereen weten.
Dat je van zover bent gekomen en de zandstorm hebt getrotseerd, is iets naars gebeurd. Nou, ik begin natuurlijk uit te leggen wat er allemaal gebeurd is. Zelda is vermist. Juliara zegt, we hebben de geruchten gehoord, maar dit is veel erger dan we hebben gedacht. Maar toch, zwaardvechter, ik bedoel, sorry Link, ik ben onder de indruk dat je hier ondanks de zandstorm bent gekomen. De zandstorm is plotseling opgestoken een tijdje terug. We zijn op onderzoek uitgegaan naar de oorzaak, maar onze onderzoekers zijn in de pan gehakt door een horde monsters in de woestijn, de Gibdos. Oh, dat zijn die ook hier in het fort binnen waren net. Waar ik een foto van heb gemaakt. Ze zijn zelfs het fort binnengedrongen inderdaad. En we moesten alle gedurens hier naartoe evacueren. Als beschermer van het fort voel ik me uiterst beschaamd over onze huidige situatie. Ik wil je graag helpen om de prinses te vinden. Maar dit is niet het juiste moment. Sorry. Op dit moment is Ryu aan het trainen om sterk genoeg te worden om ons uit deze situatie te helpen. Als je op zoek bent naar Ryu, ga dan naar de ruïnes in het noorden. Ik was op zoek naar de Caliban. Caliban zegt, wat moet je? Ik heb het druk. Maar ik heb je brieven gevonden. Ik was de man. De man waarop jij wachtte toch, Caliban? Ze denkt nu ook, ik moet ervoor zorgen dat ik de man van mijn dromen bereik. Ben ik niet de man van jouw dromen? Nou, doei, Caliban. Ik vind jou stom. Hier, heb je steen op je hoofd. Disclaimer, doe dat niet bij iedereen die je stom vindt, oké? Het is een man en man. Oh nee, oh de wereld vergaat. Oh. Hier kan je echt van alles en nog wat kopen. Kan ik hier ook kleren kopen? Laat me alsjeblieft kleren kopen. Waarmee ik gewoon beter tegen de hitte kan en zo. Wat hebben jullie hier trouwens liggen? Geitenboter. Lekker, man. Oh, hierboven staan nog drankjes. Mag ik die ook meenemen, Oli? Oké, doei. Een diadeem met saffier. Oh, kijk, ja, dit kunnen we gebruiken. Koudebestendig. Hittebestendig. Oh, die hebben we eigenlijk nodig voor 1400 muntjes. Maar dat hebben we niet. Eigen adres van deze diademen is verdwenen. Heb ik nog wat om te verkopen? Nou ja, 1 opaal. Jeetje, dat is echt helemaal niks. Ik vind echt dat je veel te weinig roepies krijgt. Ze hebben wel een mooie accommodatie hier, moet ik zeggen. Oh ja, deze beesten zijn ook cool. Je kan op de rug van die beesten rijden. Of dan, tenminste, dan hou je ze zo vast en dan rij je erachteraan. Vallei der zwijgende beelden. Maar we moeten hier naartoe, naar Ryu. Liggen hier allemaal materialen? Ja, kijk, topaasjes. Kijk, dit zijn dingen die ik kan verkopen, jongens. Nu kunnen we roepies verdienen. Lekker. Barnsteentjes. Die zijn niet zo heel veel waard. Zoutkristallen ook niet zo. Nou, dan viel het uiteindelijk toch tegen. Wat komen jullie doen, jongen? Kan je me helpen? Pak ze. Pak ze! Lekker. Misschien heb ik een sterker wapen nodig. Ja, kijk, dit wapen werkt beter. Ik moet veel meer combineren, denk ik, qua wapens. Ik heb een Gibdo bot. Hecht aan een wapen om de aanvalskrachten van sterk te verhogen. Oeh. Oeh, lekker. Vuursteen, glimmende stenen. Het valt me weer een beetje tegen, jongens. Bommetje. Oh, maar we kunnen wel hier nog omhoog. Beter zit hier gewoon een diamant in, hoor. Kom op. Kom op. Oh my god. Voor wat ben ik hier? Ja, eigenlijk ben ik hier voor Ryu. Oh my god, wat gebeurt er? Er ontplofte iets achter mij. Oh, kijk. Ryu van het Gerudo Fort. We hebben hem of haar bijna gevonden. Ik denk eigenlijk haar, want Gerudo's zijn eigenlijk allemaal vrouwen. Maar... worden er dan nieuwe kinderen geboren? Ik vind het een beetje een mysterie. Misschien komen we erachter in de volgende video waarin we Ryu gaan zien. Dus knal die duimpjes omhoog. Er zijn de laatste tijd te weinig duimpjes, jongens. En dan verdwijnen mijn video's strakjes uit jouw feed. Dan kan je ze misschien niet meer vinden. Dus doe de duimpjes omhoog. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!